straks neem je er helemaal niet in. Het komt uit de natuur, het is hartstikke best. Ik bedoel, als je een groentetuin hebt, komt ik uit de groen. Meesken die het aaien van haar eigen hinnen eten willen, kunnen dat het beste afwisselen met aaien uit de supermerk. Het voedingscentrum komt met dit advies vanwege de hege concentraties PFAS in aaien van hobbykippen. En waar dit krijgt wijkomt, is nog net duidelijk. Valt altijd wel wat te vinden, denk ik. Overal, als ze iets graag aantonen willen, dan komt het al wel boven. Ja, wie verhoor je er net om? Wie houden er mooi zat, hè? Dat schadelt zo mooi wat om. Wie bloeit gewoon zijn eikens mooi op eten. En wie verkepen ze mooi alles wat we oer hebben. De meesten in de Westerheem binnen net heel ondal uitsjoegen. Van het idee om de aaien van de hobbykip al te wisselen met die van de supermerk. De meerderheid bloot gewoon de aaien eten, zat ze altijd al dienen. Zet er al in, jong. Zet in de groen, in een loft, eten, plastic, et cetera. Wat er nog in zit, dat is de vraag. Maar ja, ze moeten eieren beter kunnen leren. Overal zit uiteindelijk wel wat in, maar ja, wat mag je dan nog eten? Maar als het echt zo is en dat het bewezen is, dan denk ik wel dat het verstandig is om het bij één of twee te horen, denk ik. Nou, ik weet niet hoe zwaar dat weegt al jaren, want we eten al jaren en jaren na. En die PFAS die had er jaren geweest. We gaan zelf hensjes, dus daar zal dan ook wel in zetten. Daar mij we niet meer aan, Zinburg. Dus ben je dan niet bang om die aaien te eten van jouw hensjes? Nee, ik ben net bang voor. Nee, ik krijg goed voor, je zet mooi in de tuin en klaar. Want het voedingscentrum zei nou eigenlijk van ja, je moet afwisselen met de aaien in de supermarkten. Ja, dat kan best werden, maar ik doe het net. Ik haal het net bij de supermarkt bij. Ik weet waar ze wij komen, van mijn eigen hen. Dus dan hoef ik net van de supermarkt te halen. Maar ik denk dat het best een verkoopstunt is om de mensen weer naar de supermarkt te halen, om daar de aaien ook bij te halen. En het hoeft net. De supermerken vernemen op dit stuit net een soort van het advies. Er worden nog net meer aaien verkocht als jedder. En ook hobbyboer Willy Leijstra verneemt geen verschil. Nee, die bloe gewoon komen en ja, die vindt het gewoon kleren poppenkast. En die vind ik de eikens hier waar ik lekkerder van de winkel. De dooi is ik, die ben ik volle meer reet oranje en die van de winkel ben vaak wat veeler. Maar nee, ze had er volle lever.